welkom bij de 24.1 Biocast. Je zag zojuist een filmpje van het Biosfeer 2-experiment in de woestijn van Arizona, waar een aantal mensen 2 jaar lang volledig afgesloten heeft geleefd van de buitenwereld. Alles wat ze nodig hadden om kringlopen te creëren binnen dat gebouw was aanwezig. Hoofdstuk 24, en dat heet verkeersinformatie. En dat kent een aantal leerdoelen. Het zijn er niet zoveel, maar ze zijn wel vrij omvattend. Je moet een aantal dingen kunnen. De energiestromen in een ecosysteem beschrijven. Ook moet je de kringlopen van stoffen in een ecosysteem kunnen beschrijven. En tenslotte moet je aangeven welke factoren daarop van invloed zijn. En wat de oorzaken en gevolgen van verstoring zijn van die energiestromen en die kringlopen van stoffen. Wat belangrijk is, is dat je kunt beschrijven wat de rol van de mens daarbij is. De leerdoelen waren dat. 24.1 heet ringwegen. Hier zie je een andere biosfeer. Heel wat kleiner dan die in de woestijn van Arizona. En hij blijft er ook niet zo lang in stand. Want zo'n klein ecosysteem is het heel lastig om fluctuaties op te vangen. Hier een plaatje uit je boek. Hier zie je de atmosfeer en de lithosfeer. En dan zie je dat maar in een klein gedeelte, niet zo heel hoog en niet zo heel diep, leven mogelijk is. En het meeste leven bevindt zich rond zeeniveau. Hier zie je dat het zonlicht kan worden vastgelegd door producenten, door groene planten en een aantal bacteriën. Die kunnen die energie doorgeven aan herbivoren, aan carnivoren en aan topcarnivoren. En je ziet dat er warmteverlies optreedt. Een plaatje uit Binas. Nog een plaatje uit Binas, waar je ziet dat in het midden de groene planten de producenten zijn, die stoffen en energie doorgeven aan de consumenten en dat die het op den duur weer doorgeven en dat het dood organisch materiaal wordt. Een ecosysteem, je ziet wat er ingaat en wat eruit gaat. Dit ken je wel, zonlicht en er ontstaat glucose en zuurstof natuurlijk. Dit is assimilatie. En die glucose die daarbij ontstaat, die kan worden omgezet. Daar heb je energie voor nodig en die krijg je weer uit de dissimilatie van andere glucose. Maar dan kun je die glucose omzetten in zetmeel, houtstof, cellulose. Dit proces heet voortgezette assimilatie. En jij doet dat ook wel, als je meer van jezelf maakt, doordat je planten opeet. Ook een vorm van voortgezette assimilatie. We zagen net al dat er maar een heel klein gedeelte van die energie van de zon wordt vastgelegd in de primaire, in de biomassa van de primaire producenten. Hier zie je de energie aankomen, die 1 à 2% wordt vastgelegd. En een gedeelte wat is vastgelegd door die producenten kan worden geconsumeerd. Dat betekent dat ze gegeten worden door een consument van de eerste orde. Die consument van de eerste orde, die gebruikt er maar een klein gedeelte van, want een groot gedeelte gaat weg als warmte en gaat als feestjes weg. Daarom is dat hokje van de consumenten van de eerste orde een stuk kleiner. Je ziet dat er ook weer een derde weggaat als warmte, een derde wordt gereduceerd omdat het als feestjes weggaat en dat er nog maar een derde overblijft voor de consumenten van de tweede orde. Je ziet dat heel veel van die zonne-energie dus weer als warmte de biosfeer uitgaat. Kringlopen van koolstof. En een gedeelte wat je misschien vaak vergeet is dat ook in kalkgesteente CO2 wordt vastgelegd. En als die weer verweren, dan komt die weer vrij. Ook bij de regen regent er koolstofdioxide naar beneden omdat die opgenomen is in het water. Hier een grafiek waarbij de beschikbaarheid van voedingszouten op de x-as is uitgezet en de primaire productie op de y-as. De dikke rode lijn die je ziet is de gerealiseerde primaire productie. Je ziet dat op dit stuk die primaire productie
die gerealiseerde gelijk opgaat met de beschikbaarheid van voedingszout B. Dit stuk gaat die gelijk op met C en hier gaat die gelijk op met D. Dat is dus een manier om vast te stellen welk voedingszout de beperkende factor is. En dit is alweer het einde van 24.1 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer!